Okay, dit is Steven van wetenschapsschool.nl. Hier een filmpje over de zogenaamde harmonische trilling. Nou, als de grafiek in een UT-diagram een sinusvorm heeft, zoals we hier zien, dan spreken we van een harmonische trilling. En in deze video gaan we alle eigenschappen van zo'n simpele harmonische trilling bestuderen. Nou, ten eerste deze grafiek die we hier zien, hoe kunnen we die beschrijven? Nou, die kunnen we beschrijven met de volgende formule: u is a keer sinus 2 πt t min t0 gedeeld door t. U is hier de uitwijking van die trilling hier. T is hier de tijd. Oftewel, wat kunnen we met deze formule? We kunnen op elk moment in de tijd vinden wat de uitwijking van die trilling is. Nou, A is dan de amplitude van die trilling, dat is dus deze afstand hier. T, dat was de trillingstijd, hoofdletter T, dat is bijvoorbeeld van hier tot hier gemeten. Nou, T0 is dan de plek waar de sinus eigenlijk start, dus waar de sinus weer voor het eerst positief wordt. Um, en die zit meestal gewoon hier in het begin, maar dat hoeft niet. En um, als dat niet zo is, dan vul je dus T0 in voor de plek waar de sinus bevind, uh, begint. En dan krijg je dus hier de correcte grafiek. Let erop dat we ervan uitgaan dat we hier met radialen werken. Dus zet je rekenmachine op radialen voordat je deze formule gaat gebruiken. Nou, voor elke harmonische trilling die mogelijk is, geldt de volgende formule. De totale kracht, oftewel de resulterende kracht die werkt op dat trillende voorwerp, is gelijk aan min C keer U, waarbij C een constante is en waarbij U de uitwijking is. Nou, het bekendste voorbeeld van zo'n harmonische trilling is dat massa-veersysteem waar we eerder al iets over gehoord hebben. In dat geval is de C hier, deze constante, gelijk aan de veerconstante van die veer. Um, en de Fres is hier in dit geval simpelweg de veerkracht. Want er werkt maar één kracht op dit blokje. Dus in het specifieke geval van het massa-veersysteem is dit de veerconstante en is dit de veerkracht. Nou, laten we in het specifiek nog even kijken naar het massa-veersysteem. Dus dan hebben we hier de veerkracht en hier de veerconstante. En ik wil even focussen op dit minnetje. Waarom dit minnetje hier nou staat? Nou, als het blokje zich links van de evenwichtstand bevindt, zoals je nu ziet, dan is de uitwijking kleiner dan nul. En dan wijst de veerkracht naar rechts, omdat de veer dan uit wil drukken. Nou, dat is mooi hier verwerkt in het minnetje. Als de u hier negatief is, wordt dit een negatief getal. Met dit extra minnetje erbij krijgen we dan een positieve veerkracht. Oftewel een veerkracht die naar rechts werkt. En dat klopt ook, want als u negatief is, dan wijst de kracht ook daadwerkelijk naar rechts. Nou, als het blokje zich rechts van de evenwichtstand bevindt, dan is u dus positief, zoals je hier kunt zien. Een positieve u met het minnetje levert dan een negatieve veerkracht... En dat klopt, want als we de veer verder uitrekken, dan werkt de kracht juist naar links. Oftewel, dit minnetje zorgt ervoor dat die kracht altijd de juiste richting op werkt. Nou, merk ook op dat de veerkracht altijd in de richting van die evenwichtstand werkt. De veerkracht probeert de veer dus altijd richting de evenwichtstand te duwen. Nou, met behulp van de tweede wet van Newton kan je aantonen: het zijn een aantal stappen, dat deze formule geldt voor elke harmonische trilling. De trillingstijd t is gelijk aan 2pi keer de wortel van de massa m gedeeld door de constante c. En Voor de veer is dat de veerconstante, maar als we een andere soort trillingen hebben, net zoals bijvoorbeeld trillingen van deeltjes in de lucht of het heen en weer slingeren van een slinger, dan is dit een andere constante, maar bij een veer is het de veerconstante. Tijd voor een voorbeeld. Een bepaald type wieg kan zachtjes op en neer trillen. De veerconstante van de veer is 1,3 kN per meter en de massa van de wieg is 12,2 kg. Bereken hoe ver de veer is uitgerekt als de wieg stilhangt aan die veer. Nou, als de wieg stilhangt dan weten we dat de krachten in evenwicht zijn. De veerkracht is daarom op dat moment gelijk aan de zwaartekracht. De zwaartekracht probeert de wieg naar beneden te tillen, de veerkracht die probeert zich daartegen te verzetten. De veerkracht uit het hoogste kracht, hebben we gezien, was C keer U. De zwaartekracht is M keer G. Die formule kunnen we dan even omschrijven om de uitwijking uit te rekenen. De M was 12,2, G is altijd 981 en de veerconstante was 1,3 kN, oftewel 1300 N per meter. Delen we dit, dan vinden we een uitwijking van 0,092 meter. We gaan verder. Een baby van 3,2 kg wordt in deze wieg gelegd en de wieg gaat hierdoor een trilling uitvoeren, bereken de frequentie van die trilling. Nou, de wieg zelf was 12,2 kg, de baby is 3,2, dus de totale massa is dan 15,4 kg. Dat kunnen we dan invullen in deze formule. T is 2 pi keer de wortel van die 15,4 gedeeld door de veerconstante, die was 1300, en dan vinden we 0,68 seconden. Nou, die trillingstijd, daarmee kunnen we dan de frequentie berekenen. 1 gedeeld door de trillingstijd is de frequentie. 1 gedeeld door 0,68 is gelijk aan 1,5 hertz. En hier nog het laatste deel van de vraag. Het schijnt dat baby's gemakkelijker in slaap vallen als de frequentie van, dat, van die wieg kleiner is. Noem twee aanpassingen aan de wieg die je kan maken om die frequentie te verkleinen. Nou, volgens de formule 1 gedeeld f is t, kunnen we de frequentie kleiner maken door de trillingstijd groter te maken. Want f staat hier onder de deelstreep, dus als we f kleiner maken, dan wordt die t groter. We willen dus op een, een of andere manier bewerkstelligen dat die trillingstijd groter wordt. Nou, Dan pakken we deze formule, t is 2pi wortel m gedeeld door c, en daarin zien we dat die trillingstijd groter wordt als de massa groter wordt, want de massa staat hier boven de deelstreep, dus een grotere massa dat zorgt voor een grotere trillingstijd, of als die veerconstante van die veer kleiner wordt, De c staat hier onder de deelstreep, dus een kleinere veerconstante levert hier een grotere trillingstijd. Dus conclusie, we kunnen de frequentie verkleinen door de massa te vergroten of de veerconstante te verkleinen. Laten we als laatste ook nog even kijken naar de energie van zo'n massa-veersysteem. Tijdens de beweging zet het blokje telkens veerenergie om in kinetische energie en andersom. Aan de uiteinde van de beweging is de snelheid even nul. Dus aan de uiteinde hebben we geen kinetische energie... De uitwijking is dan gelijk aan de amplitude, we hebben dus wel een veerenergie. De totale energie aan de uiteindes is dus de veerenergie, half c u kwadraat, maar die u is dus nu gelijk aan de amplitude, dus ik schrijf half c a nou, kwadraat. In de evenwichtstand is de uitwijking juist 0 en hebben we dus geen veerenergie, maar de snelheid is daar maximaal, dus we hebben wel een kinetische energie. Kinetische energie is halve mv kwadraat en omdat de snelheid daar maximaal is schrijven we hier bij de v even max op en dit is dus alleen in de evenwichtstand. Nou, omdat energie behouden blijft moet dus de energie in die uiteinden in totaal gelijk zijn aan de energie in de evenwichtstand in totaal. Er geldt dus half ca kwadraat is half mv kwadraat. Als we die halfjes dan wegstrepen dan vinden we ca kwadraat is mv max kwadraat. Nou, hier hebben we weer die formule nogmaals opgeschreven en die kunnen we even omschrijven. Um, en dat doe ik als volgt. Ik haal ten eerste die c even die kant op, die v kwadraat even die kant op en dan doe ik aan beide kanten de wortel en dan vind ik deze uitspraak hier. Nou, waarom schrijf ik de formule in die rare vorm op? Nou, dat komt omdat ik hier die wortel m gedeeld door c heb en die heb ik ook in die formule voor die trillingstijd. En nu kan ik deze twee formules gaan combineren. Als ik dat doe, dan vind ik a gedeeld door v max is gelijk aan t gedeeld door 2pi, want als ik die 2pi naar de andere kant haal, dan vind ik wortel m gedeeld door c. En wortel m gedeeld door c kan ik dus vervangen door, 2 door t gedeeld door 2pi. Nou, als ik deze formule dan omschrijf, even breuken weghalen en de snelheid even apart schrijven, dan vind ik vmax is gelijk aan 2pi a gedeeld door t. En dit is ook een formule die specifiek voor de harmonische trilling geldt. Als we dus de amplitude en de trillingstijd weten, kunnen we automatisch de maximale snelheid vinden van die trilling. Goed, dat was hem weer. Dank voor het kijken. Wil je mijn kanaal steunen? Klik dan op de like-knop en vooral ook op de subscribe-knop. Voor het volledige lesprogramma kun je terecht bij wetenschapschool.nl. See you next time.